ga zo optreden. Dat is hartstikke leuk, want het was een paar dagen online, was het al uitverkocht. Het is heel bijzonder, mijn moeder is er ook met mijn zusje en met koor. Dat vinden we natuurlijk ook hartstikke leuk. Tot zo, hè? Ja, tot zo! Dreetje Hazes, die zit vooraan. Hij zegt, ik kan niet dichterbij zitten, zegt hij. Search, high and low. Oeh, ja, ik ben even aan het inzingen. Ik wist al niet dat je er stond. Ik ga naar niemand hier, hè? Alleen? Dat is echt waar. Naar de baan. Hé, maar luister, met jouw uiterlijk, met niet normaal, en mij niet alleen, kunnen we heel veel. Nou, hier vanuit een zonnig Zandvoort. Het is gelukkig nog lekker rustig. Van de week was het wel anders, want toen moest ik een uur in de file staan en ik kwam nog nergens. Maar dat geheel terzijde, prachtige dag. En ik wil iedereen natuurlijk even bedanken die weer naar mijn vlog heeft gekeken. Leuk en bedankt voor alle leuke reacties. En ik moet je zeggen, we hebben deze week weer een hoop gedaan. We hebben weer een programma opgenomen en gecoacht bij The Voice Senior. Wat binnenkort op televisie is, wat natuurlijk fantastisch wordt en wat ontzettend leuk is om te doen. Daarbij vlieg ik van de week naar Curaçao, toch voor mijn programma Joling en de Buitenlanders. En we zijn aan het voorbereiden voor de Masked Singer. Dus dat betekent dat er toch wel weer wat reuring is in de tent. Nou, ik heb van de week opgetreden in de Amsterdam Evening. Georganiseerd door Nicolette van Dam en John Dubank. En ik moet je zeggen, het was een topavond. Leuk publiek, lieve mensen, gezelligheid. Kleine Dreetje Hazes zat ook in het publiek. Daar heb ik ook nog twee nummers mee gedaan. We hebben enorm genoten. Moet ik hem vasthouden, Gerrit? Graag. Waar zijn we? We zijn nu in de garage van het Olympisch Stadion. En ik ga zo optreden. Dat is hartstikke leuk, want het was een paar dagen online, was het al uitverkocht. Er gaat natuurlijk maar 250 mensen in, maar toch. Het is heel bijzonder. Mijn moeder is er ook met mijn zusje en met koor. Dat vinden we natuurlijk ook hartstikke leuk. En de buren, nou gezellig. Ik heb er zin in, dus het lijkt me heen. Dat is prachtig mooi weer. Een mooiere dag kunnen wij ons niet voorstellen. Cool, hè? De grote kleedkamer, Gerard. Ja, het is het idee of ik toch in de arena sta, een beetje dit gevoel. Dat is eigenlijk nog groter dit. Dus ook superleuk. En het is prachtig weer, dus ik ben zo blij voor de mensen en die het georganiseerd hebben. Je zal hier toch in de regen staan, dan wordt het ook een beetje een triest verhaal. Maar goed. Goed evening. Hoe is het? Ja, goed. Ga ik hier staan? Ja, graag. Daar ben je. En de mensen zitten natuurlijk allemaal heel keurig uit elkaar. En het is natuurlijk ongelooflijk leuk dat mensen in deze tijd nog iets durven te organiseren. En ik ben ontzettend trots erop dat ik hier ook bij mag staan. En ook dat het heel snel uitverkocht was. Dus dat vond ik heel prettig. Omdat ik vandaag en gisteren heel veel mensen bij mij hebben gebeld. Kunnen wij er ook zijn met een groep? Nee, dat kan niet meer. Misschien dat ik het nog een keer mag doen, dat weet ik niet. Zo niet is dat jammer. Zo wel, dan kunnen ze altijd nog. Maar het is fijn dat mensen in deze tijd gewoon wat dingen organiseren. Maar het ziet er ook fantastisch uit. Ja, dank je. Hoi. Ja, zeg. Het kan ik met de loodje zeker of niet? Het is heel leuk, je ziet wel even, hè? Hallo, hallo. Het is een beetje gek, maar wel heel leuk. Ik ben gember aan het snijden. Voor mijn thee moet ze optreden. En kijk of mijn stem het nog een beetje doet. Dus yes! Toppers medley. Song. Nou, Song is wel met moet ik later doen. Echte vrienden. Ik kan ook nog This Is My Life doen of Willy en Willeke Alberti medley. Dat is sowieso wel leuk, want het is Amsterdams natuurlijk. Ja. Gaat ie goed, vriend? Tot zo, hè? Ja, tot sneller! Die was je aan het facetimen, Gerard. Dreetje Hazes, die zit vooraan. Hij zegt, ik kan niet dichterbij zitten, zegt hij. Every day of your life, for as long as you live, climb every mountain, search high and low. Oeh, ik ben even aan het inzingen. Ik wist al niet dat je er stond. Vreselijk is dat. Ik denk dat klonk het een beetje.
Kan het zo? Ja. Ik ga naar niemand hier, hè? Alleen? Dat is echt waar. Naar de baan. Even luister, met jouw uiterlijk, niet normaal, en mijn talent kunnen we heel groot. Mag ik even uw aandacht voor de moeder van Gerard die bovenaan zit? Ik wij vinden het zo speciaal dat u er bent. Van harte welkom, mevrouw. Ja, Gerard steun en toeverlaat. Want wat ik dus zo cool vind van Gerard, is dat zelfs in de tijd dat we met z'n allen binnen zaten en dat we eigenlijk niks konden, dat hij samen, ik heb hem voorbij zien komen met Karin Bloemen, hebben jullie dat ook gezien? Dat hij langs verzorgingstehuizen ging, dat hij toch altijd met de ouderen bezig is, dat hij met anderen bezig is om andere mensen toch dat gelukzalige gevoel te geven. Er zit hier zelfs een dame in de zaal die zo'n fan is, die heeft een tattoo op de rug van Gerard. Kan je even staan, schat? Kijk eens, daar staat ze, draai eens op. Kijk eens! Speer. Hij krijgt nog steeds aan de lopende band berichtjes van mensen die zeggen: oh, ik wou zo dat ik er niet bij kan zijn. Oh, ik had hier zo graag bij willen zijn. Dus jullie zijn echt geluksvogels. Zullen we er een feestje van maken? Heerlijk, jong. Het is jammer dat we de laatste tijd weinig over je hebben gelezen. We weten allemaal nog wie je bent. En ik vind het fantastisch en echt een eer dat je hier vanavond ook mee zit. Dames en heren, we gaan het doen. De allergrootste hit van jouw vader en van mijzelf. Blij, ja, dus bij mij. Door jou. Zou het mooi zijn als jij die bij mij hoort? Nee, bij jou krijg ik hier immers nooit gehoord. Ik vind het zo ongelooflijk leuk dat je carrière helemaal top gaat. Dankjewel. En dat het ook weer goed is met je zus en je moeder. Ik word daar zo blij van. Ja. Dames en heren, mag ik een staande ovatie? Van de Hansen! Ja. Wat een heerlijke filmmuziekje. En wat doet hij het goed met die kleine dondersteen? Ah, heerlijk. Goed jongens, ik ben heel hard het veld geslagen. Maar ik zie dat er nog heel veel hits van mezelf bij zitten. Dus ik moet geloof ik wel even wat gaan doen. Nou ja, ik heb net opgereden in Amsterdam. Evening, dit is niet normaal. Het zit ramvol, het publiek was waanzinnig. Ze zongen alles mee. Goed georganiseerd, klasse. Vreselijk gedaan. Komen nooit uit, blijf altijd één. Zo. Wat een lieve mensen allemaal, hè? Toch niet normaal? Nou, wij zijn vandaag bij de buren uitgenodigd bij de familie Otterlo. Maar het ligt er niet om. Qua wijn, gezelligheid, slagen, bakken, piepers. Maar ook nog eens een prachtige
Ja, ja, wat is het eigenlijk? Timon, hè? Kotebus. Sorry? Kotebus. Prachtig ziet het eruit. Kotebus. Heel goed, Katelijn, jij weet het wel. Oh, wat een klein leuk hondje. Ja, met verwondering en bewondering zit ik te kijken weer, denk ik al voor de 7e of 8e keer, naar het concert van André Rieu. Het wordt herhaald in alle landen, Oostenrijk, Australië, en dit is een show in Australië. En het ontbreekt aan niets, het is absurd groot, met fonteinen, dansers, danseressen, orkest, koetsen, paarden, ijsbanen. Het kan niet op het toppunt van het showbusiness. Ik kan alleen maar zeggen, André Rieu, genoten. Chapeau, wat een mannetje, geweldig. Nou, ik kan alleen maar zeggen, vind je de vlog leuk? Doe je duim omhoog en like it. En denk je van, hé, ik wil abonnee worden, dat kan. Zeg het tegen vriend en vijand, want het kost helemaal niets namelijk. Nou, je kunt me ook volgen op Twitter. Je kunt me ook volgen op Facebook. En natuurlijk ook Instagram, Instagram Story. En we hebben natuurlijk ook nog TikTok. Nou, dat is best veel eigenlijk, als ik het zo zeg. Bedankt voor het kijken. Hartstikke leuke reacties die ik allemaal gekregen heb. Heel hartelijk dank. Fijne dag. Maak dat moois en ik wens iedereen heel veel geluk en een hele zonnige zomer. De groetjes van Gier. Bye bye.